Gemeente, hoor nu het woord van God dat we deze middag met elkaar willen lezen uit 1 Kronieken 29. Het is een Bijbelgedeelte dat voor de kinderen niet onbekend is. Daar zijn ze op school ook mee bezig geweest. Dat alles van de Heere is, dat we ook aan Hem terug mogen geven. 1 Kronieken 29 en dan lezen we vers 1 tot en met 20. 1 Kronieken 29. We beginnen bij vers 1. Verder zei de koning David tot de ganse gemeente: God heeft mijn zoon Salomo alleen verkoren. Een jongeling en teder. Dit werk daarentegen is groot. Want het is geen paleis voor een mens, maar voor God de Heere. Ik nu heb uit al mijn kracht bereid tot het huis van mijn God goud tot gouden en zilver tot zilveren en koper tot koperen, ijzer tot ijzeren en hout tot houten werken. Sardonyxstenen en vervullende stenen, versierstenen en borduursel en allerlei kostelijke stenen en marmerstenen in menigte. En daartoe uit mijn welgevallen tot het huis van mijn God het bijzonder goud en zilver dat ik heb, geef ik tot het huis van mijn God daar en boven, behalve al wat ik ten huize van het heiligdom bereid heb. 3000 talenten goud van het goud van Ophir en 7000 talenten gelouterd zilver om de wanden van de huizen te overtrekken, goud tot de gouden en zilver tot de zilveren vaten en tot alle werk door de hand van de werkmeesters te maken. En wie is er willig heden zijn hand de Heere te vullen? Toen gaven vrijwillig de oversten van de vaderen en de oversten van de stammen van Israël en de oversten van duizenden en van honderden en de oversten van het werk van de koning. En zij gaven tot de dienst van het huis van God 5000 talenten goud en 10.000 drachmen en 10.000 talenten zilver en 18.000 talenten koper en 100.000 talenten ijzer. En bij wie stenen gevonden werden, die gaven ze in de schat van het huis des Heren onder de hand van Jehiel de Gersoniet. En het volk was verblijd over hun vrijwillig geven, want zij gaven met een volkomen hart de Heren vrijwillig. En de koning David verblijde zich ook met grote blijdschap. Daarom loofde David de Heren voor de ogen van de ganse gemeente. En David zei: geloofd zij gij, Heere, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. U, o Heere, is de grootheid en de macht en de heerlijkheid en de overwinning en de majesteit, want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Van u, o Heere, is het koninkrijk en gij hebt u verhoogd tot een hoofd boven alles. En rijkdom en eer voor uw aangezicht en gij heerst over alles en in uw hand is kracht en macht. Ook staat het in uw hand alles groot te maken en sterk te maken. Nu dan, onze God, wij danken u en loven de naam van uw heerlijkheid. Want wie ben ik en wat is mijn volk, dat wij de macht zouden verkregen hebben om vrijwillig te geven als dit is? Want het is alles van u en wij geven het u uit uw hand. Want wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht, gelijk al onze vaders. Onze dagen op aarde zijn als een schaduw en er is geen verwachting. Heere onze God, al deze menigte die wij bereid hebben om u een huis te bouwen voor de naam van uw heiligheid, dat is van uw hand en het is alles uwe. En ik weet, mijn God, dat gij het hart proeft en dat gij een welgevallen hebt aan oprechtheden. Ik heb in oprechtheid van mijn hart al deze dingen vrijwillig gegeven. En ik heb nu met vreugde uw volk, dat hier bevonden wordt, gezien dat het zich jegens u vrijwillig gedragen heeft. O Heere, gij God van onze vaderen, Abraham, Isaac en Israël, bewaar dit in der eeuwigheid in de zin van de gedachten van het hart van uw volk en richt hun hart tot u. En geef mijn zoon Salomo een volkomen hart om te houden uw geboden, uw getuigenissen en uw inzettingen en om alles te doen en om dit paleis te bouwen het welk ik bereid heb.
Daarna zei David tot de ganse gemeente: loof nu de Heere, uw God. Toen loofde de ganse gemeente de Heere, de God van hun vaderen. En ze neigden het hoofd en ze bogen zich neder voor de Heere en voor de koning. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift, uit de Bijbel. De tekst voor vanmiddag kunt u vinden in het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben. Vers 14, het laatste gedeelte, deze woorden: want het is alles van u en wij geven het u uit uw hand. Gemeente, jongens en meisjes, het thema van de preek is Davids dankdag. Davids dankdag, en we staan stil bij twee gedachten. Dat betekent, jongens en meisjes, je kunt de preek in twee stukjes verdelen. In de eerste plaats letten we op van God gekregen. Dat is ook het eerste stukje van de tekst van de preek. Want het is alles van u, van God gekregen. En in de tweede plaats letten we op aan God teruggeven. Dat is het tweede deel van de tekst van de preek. En wij geven het u uit uw hand, aan God teruggeven. Het thema van de preek is dus Davids dankdag. Twee gedachten. In de eerste plaats van God gekregen en in de tweede plaats aan God teruggeven. Gemeente, jongens en meisjes, het is dankdag in Jeruzalem. David dankt de Heere voor alle gaven die gegeven zijn voor de bouw van de tempel. En David dankt de Heere niet alleen, hij looft de Heere ook. Dat wil zeggen dat hij groot en goed over de Heere spreekt. En in die lofprijzing van David horen we hem op een gegeven moment uitjubelen dat alles van de Heer is. Want het is alles van u. Woorden om tot ons door te laten dringen op dankdag. Alles is van de Heer. En laten we met dat in onze gedachten eens terugkijken, jongens en meisjes, naar het afgelopen seizoen tussen Biddag en Dankdag 2024, tussen maart en november van dit jaar. Alles is van de Heere. Het eten dat je elke dag mocht eten, 's ochtends als je wakker werd, ontbijten voordat je naar school ging, tussen de middag op school als je je brooddoos opendeed, 's avonds bij de avondmaaltijd. Allemaal van de Heer. Je eten, je drinken, je kleren. De kleren die je mooi vindt, maar misschien ook wel die je minder mooi vindt. Als je 's ochtends voor de kast staat, wat zal ik aantrekken? Alles wat er hangt, alles waaruit je kunt kiezen. Alles is van de Heer, van hem gekregen. Ook het huis waar je in woont, met je vader en moeder als je die hebben mag, of bij je pleegouders. We kunnen het zo ongemerkt zeggen. Mijn eten, mijn drinken, mijn kleren, ons huis. En we begrijpen allemaal wat we daarmee bedoelen. En toch, het is allemaal van de Heer. En wij mogen het een tijdje gebruiken. Dat eten en dat drinken mogen we tot ons nemen. Die kleren mogen we aantrekken. Dat huis, daar mogen we een poosje wonen. Maar de Heer geeft het in bruikleen. Het is en het blijft van hem. Hij blijft de grote eigenaar. En als we dan toch aan terugkijken zijn, jongens en meisjes, dan moeten we natuurlijk nog breder kijken.
Denk eens aan je prestaties op school. Je bent misschien wel overgegaan naar een volgende klas, zodat je na de zomervakantie in een volgende groep bij een andere meester en juf kwam. Nou, daar zul je vast en zeker hard voor gewerkt hebben. En dat is goed ook om te doen. Belangrijk om te leren voor de toetsen die je opkrijgt als huiswerk. En toch is het nou jouw prestatie dat je overgegaan bent. Luister dan eens naar wat David zegt. Het is alles van u. Zo was dat toch ook op school? Hoe kwam het dat jij zo hard kon werken? Had je die kracht van jezelf? Nee toch, gekregen van de Heer. En je verstand? Ben jij nou zo slim of is het verstand dat je van de Heer hebt gekregen? Alles is van Hem. Of onze tijd. Hoe hebben we afgelopen seizoen onze tijd doorgebracht? En ik weet wel, ook kinderen hebben al heel veel verplichtingen. Ze moeten naar school en ze hebben huiswerk en ze hebben een kinderclub. En misschien moeten ze wel naar muziekles en een heleboel dingen. Dan nog een kinderfeestje. Heel veel verplichtingen, maar je hebt afgelopen seizoen ook vrije tijd gehad. Trouwens is dat eigenlijk wel een goede uitdrukking, vrije tijd. Geld van onze tijd ook niet. Alles is van Hem. En daarom vraagt Hij het vanmiddag aan jou en aan u. Hoe heb je nou die tijd doorgebracht tussen maart en november? Waar ben je mee bezig geweest? Je hebt ook zondige dingen gedaan, toch? In zijn tijd. En hoeveel tijd heb je gemorst aan allerlei dingen die eigenlijk niet belangrijk zijn? Hoe gaat dat met morsen? Dat weten jullie wel. Misschien heb je een jonger of broertje of zusje. Dan zal het aan tafel best wel eens gebeuren. Een beker met drinken en daar wordt dan een beuk tegenaan gegeven. En ja, de helft klotst er zo overheen. Gemorst, dat kun je niet meer gebruiken. Ja, je kunt nog proberen om het van tafel op te drinken. Maar er liggen misschien wel kruimels tussen en van alles en nog wat. En gemorst, zo kunnen we ook onze tijd morsen. Kinderen kunnen dat al. En misschien heb je wel een grotere broer of zus dat je hem op de bank ziet zitten. En daar met die vinger maar steeds over dat scherm. Tijd morsen. Ook onze tijd is niet van onszelf. Dat wil niet zeggen dat we ons helemaal niet mogen ontspannen. Maar we moeten ons wel op dankdag afvragen. Waar ben ik nu al die uren van al die dagen mee bezig geweest? Trouwens, ouderen, dat is toch ook een vraag aan ons. Want u kunt zich wel heel druk maken over de mediaopvoeding, maar als de kleintjes op bed liggen, als u dan zelf met uw mobiel op de bank verdwijnt voor de rest van de avond. De Heer vraagt het aan ons allemaal. Die tijd was van mij en wat hebt u daarmee gedaan? Alles is van Hem. Nou, dat zegt ook wel iets, jongens en meisjes, over hoe we met al die dingen van de Heer die Hij ons geeft omgaan. Misschien is het afgelopen seizoen wel gebeurd. Dat je je brood niet had opgegeten, dat je van huis had meegekregen. En je wist wel dat je vader of moeder daarop zouden reageren. Waarom heb je je brood niet opgegeten? En toen heb je het maar misschien wel vlak bij huis uit je brooddoos gekieperd. Dan krijg je in ieder geval geen lastige vragen thuis. Maar dat was wel brood dat je van de Heere gekregen had. Alles is van Hem. En dat wil zeggen dat je zijn gaven verkwist hebt. Dat kan op dankdag terugkomen in je gedachten. Want als alles van de Heere is,
dan moeten we ook verantwoorden voor hem hoe we met zijn gaven omgaan, trouwens ook als u ouder geworden bent. Het verkwisten van zijn gaven. Dat kan op 1001 manieren. Zult u het meenemen in uw gebed op dankdag, ook hoe u met zijn gaven bent omgegaan. Dan zult u merken, danken gaat altijd weer over in bidden, net zoals bidden altijd weer overgaat in danken als het goed is. Eén ding nog, jongens en meisjes, aan het eind van de eerste gedachte. Weet je het nog wat David uitjubelt? Alles is van de Heere. Nou, kijk eens om je heen. Ja, nu, terwijl je hier in de kerk zit. Kijk eens om je heen, je bent in de kerk. Dat heb je van de Heere gekregen. Een kerk om naartoe te gaan. Of een kinderclub waarover de Heer Jezus verteld wordt. Een Bijbel om uit te lezen, dat heb je van de Heere gekregen. Denk er eens aan op dankdag dat er heel veel kinderen zijn en ook heel veel ouderen zijn die dat niet hebben. Ver weg. In landen waar het helemaal niet toegestaan is om naar de kerk te gaan, waar je helemaal geen Bijbel thuis mag hebben. Ver weg, en we kunnen dan het lijstje misschien in onze gedachten wel opsommen. Noord-Korea en Eritrea en Iran en landen waar het heel moeilijk is. En dat is ook zo. Maar ook veel dichterbij. En niet alleen in de grote steden, als je in Rotterdam of in Amsterdam woont. Ook veel dichterbij, ook in Putten, zijn er kinderen, zijn er mensen die niet weten van de Heere, van de kerk, van de Bijbel. Die misschien wel elke dag met de auto, of ze nou naar Nijkerk gaan of juist van die kant richting Ermelo, langs dit gebouw, dit kerkgebouw rijden, maar eigenlijk geen enkel besef hebben wat hier binnen gebeurt en wie hier binnen gediend wordt. Stel je eens voor, jongens en meisjes, dat je geen Bijbel zou hebben om uit te lezen. En dat je geen kerk zou hebben om naartoe te gaan. Wat zou dat betekenen? Nou, in de Bijbel laat de Heere God zien wie Hij is. Dus dat wil zeggen, als je geen Bijbel zou hebben, als je niet naar de kerk gaat, als je daar allemaal niet van weet, dan weet je dus niet dat God er is. Dan denk je misschien dat alles toevallig ontstaan is, of vanuit een oerknal voortgekomen is. En dan weet je niet dat God er is. Maar jongens en meisjes, dan weet je ook niet wie je zelf bent. Ja, natuurlijk weet je dan wel je eigen naam, zo bedoel ik dat niet. Maar wat laat de Bijbel ons zien wie wij zijn? Dat wij zondige mensen zijn. En dat we als een zondig mens niet voor God kunnen bestaan. Dat we Hem niet onder ogen kunnen komen omdat Hij heilig is en wij onheilig zijn. En dat er daarom wat veranderen moet in ons leven. Dat we opnieuw geboren moeten worden. Dat we in de Heer Jezus Christus moeten geloven omdat we anders. Dat staat ook in de Bijbel. Maar dat weten al die mensen die geen Bijbel hebben en die niet naar de kerk gaan niet. Dat je zonder de Heer Jezus Christus verloren bent. Op weg bent naar de hel in plaats van naar de hemel. Voel je? Er zijn een heleboel boeken waarvan je kunt zeggen, nou, het is natuurlijk best goed om dat te lezen en om daar kennis van te nemen. Gebruik je kinderjaren ook om te lezen, zeg ik dan maar even tussen haakjes daarbij. Maar toch, als je die boeken misschien niet leest, dan is dat nog niet erg. Maar dat is voor de Bijbel anders. Als de Bijbel dicht is, als we niet weten wie God is, als we niet weten wie we zelf zijn, als we niet weten waar we vandaan komen en waar we heen reizen, dan zijn we verloren mensen.
mag ik het eens vragen aan het eind van de eerste gedachte. Heb je daar vandaag de Heere ook voor gedankt? Niet alleen dat er een Bijbel is, maar dat je die thuis mag hebben. Dat als het goed is, je daar ook elke dag uit leest. En hoort lezen aan tafel, maar ook voor jezelf. Heere, als ik dat niet had, wat zou het dan donker zijn, toch? Dan zou je niet weten wie je was. Dan zou je als een verloren mens doorleven. Misschien wel heel veel plezier hebben op aarde. Al zijn er ook genoeg moeilijke dagen, daar weet je misschien wel alles van. Maar dan uiteindelijk zonder God door het leven naar de eeuwigheid toe. En daarom nog een keer die vraag. Heb je daar de Heere vandaag ook voor gedankt? Dat je bij een kerkelijke gemeente hoort. Dat je een Bijbel hebt. Dat de Heere zich aan jou bekend maakt. Daar is hij al mee begonnen voordat jij dat wist toen je gedoopt bent. En hij op je voorhoofd geschreven heeft, jij behoort mij toe. Het is waar, je bent een zondig mens. En misschien dat je daar wel mee worstelt. Dat is echt niet alleen als je groot bent. Daar kun je ook als kind al mee worstelen. Dat je zo verkeerd bent, ook als je terugkijkt op de afgelopen maanden. Dan mag je je vinger bij je gedoopte voorhoofd leggen. Heren, daar staat het toch. Dat u mijn God bent. Alles van hem gekregen. David is er vol van. Hij jubelt het uit. Maar dan gaat hij ook zingen over het aan de Heer teruggeven. Onze tweede gedachte. Aan God teruggeven. En we luisteren nog een keer naar wat David uitroept. Want het is alles van u en wij geven het u uit uw hand. Hoor je het? Van God gekregen om aan God terug te geven. En wat heeft het volk en wat hebben de leiders van het volk veel gegeven? Dat hebben we net gelezen. Het kan zomaar zijn dat het je niet zoveel zei. Al dat goud en dat zilver en die drachmen. Ja, wat is dat nu precies en hoeveel is dat? Ik vond het mooi om in de dankdagmap te lezen. Misschien is het bij jullie op school ook wel verteld. Wat die getallen precies betekenen. Wat er gegeven is. 5000 talenten goud. En dat is 170.000 kilo goud. En ik moest het even opzoeken wat de goudprijs van een kilo goud is. Dat is 81.000 euro. 81.000 keer 170.000. Nou, al ben je nog zo goed in hoofdrekenen, dat wordt moeilijk, denk ik. Ik moest het ook met de rekenmachine doen. 13,6 miljard euro aan goud. En dan die drachmen. 10.000 drachmen. Nou, dat waren gouden munten. Uit het Perzische Rijk. Een rijk in de buurt van Israël. Nou, dat was 300 euro per munt. Nou, 300 keer 10.000. 3 miljoen euro. Wat een enorme bedragen zijn er daar en toen gegeven in Jeruzalem. Daarom houden ze ook dankdag. En wat is het dan bijzonder om te lezen? Dat ze niet gegeven hebben met pijn in hun hart. Dat is misschien wel een moeilijke uitdrukking voor jullie. Dat wil zeggen, je geeft misschien een biljet van 10 euro in de collectezak. En van binnen denk je, oei, ik had van die 10 euro ook een heleboel leuke dingen kunnen kopen. Dat is met pijn in je hart iets geven. Nou, dat is dan nog maar 10 euro. Maar als je nou 13,6 miljard euro voor de dienst van de Heere geeft, 3 miljoen aan drachmen. Dat hebben ze met pijn in hun hart gedaan. Want wat kun je daar allemaal mee doen? Met dat kapitaal.
En ze geven het met vreugde en met blijdschap. En David dankt: Heere, wat ben ik u dankbaar dat u mij en de oudsten, dat u ons het voorrecht geeft om aan u terug te geven. Daar is hij dankbaar voor. En nu even naar ons toe. Want ja, ze gaven daar wel heel erg veel, een kapitaal. En toch gaven ze niet alles wat ze van de Heere gekregen hadden. Alles van de Heere gekregen en iets daarvan, ja, wel een enorm bedrag natuurlijk. 13,6 miljard euro. Maar de Heere had hen nog veel meer gegeven. Daar geven ze iets van terug aan de Heere. Nou jongens en meisjes, dat is toch ook zo op dankdag. Vandaag mag je iets teruggeven. Samen met je vader en moeder mag je iets teruggeven van wat de Heere de afgelopen maanden aan jullie heeft gegeven. Je hoeft niet alles terug te geven. Je hoeft er maar iets van terug te geven. Het overgrote deel mogen jullie zelf houden thuis. Inderdaad, om eten en drinken van te kopen. Om kleren van te kopen. Om de kosten van het huis en de hypotheek te betalen. Iets teruggeven van dat alles dat de Heere geschonken heeft. En ik wil twee lijnen trekken. Vanuit die gedachte iets teruggeven van alles wat we van de Heere gekregen hebben. U vraagt zich misschien af, hoeveel is dat dan? Nou, de dankdagcollecte is natuurlijk al geweest. Maar er is vanavond nog een dienst en gaven worden ook nog wel eens na afloop overgemaakt aan de kerkvoogdij. Hoeveel moet ik dan geven? Nou, begin er eerst eens mee dat van alles wat de Heere u en jou gegeven heeft, dat je het merendeel mag houden. Als je dat niet aan de Heere hoeft terug te geven. De Heere zegt bijvoorbeeld in de Bijbel aan het volk Israël dat ze tienden aan de Heere geven. En jongens en meisjes, wat zijn dat tienden? Tienden, 10%. Misschien reken je al met procenten op school. 10%. Of voor de kinderen die niet weten wat dat is. Als je nou een taart in 10 gelijke stukken snijdt, dan mag je 9 punten zelf houden. En 1 punt zou dan voor de Heere zijn. 10%, een tiende deel. En ik weet wel, daar kun je van allerlei opmerkingen bij maken. Van toen werden er nog geen belastingen geheven en nu moet ik wel belasting betalen. En met dat belastinggeld gebeuren misschien een heleboel dingen waar u niet achter staat. Maar er worden ook wel dingen uit betaald. Ook voor de zorg voor armen, waar u wel achter kunt staan. Nou, dat laten we vanmiddag maar liggen. Maar wel dit. Voor de dienst van de Heere blijft vandaag toch niet een schijntje over. Het is maar iets dat u terug hoeft te geven, maar laat dat iets geen schijntje zijn. Of zou het hartzeer kosten om te geven voor de Heer? Waarom was dat het bij David eigenlijk niet? Omdat hij van de Heere hield. Daarom gaf hij ook met zijn hart. Met heel zijn hart. Daar mogen we ook om bidden op dankdag. Geef dat ik zo iets van alles wat ik van u gekregen heb aan u mag teruggeven. Ik wil nog een tweede opmerking bij maken. Wij denken bij gaven heel vaak meteen aan geld. Maar dat alles van de Heere krijgen en iets daarvan aan de Heere teruggeven, dat slaat niet alleen op geld. Dat slaat bijvoorbeeld ook op je tijd of op je kracht.
Geven voor de Heer kan ook een deel van je tijd of een deel van je kracht aan de dienst van de Heer geven zijn. Denk dan eens aan al die taken die er in de gemeente gedaan worden, voor de schermen en achter de schermen. Geven in natura is dat, niet in geld. In natura. Dat is eigenlijk niet in geld uit te drukken vaak. Dat geven in natura. Gemeente, ik zeg het tegen ons allemaal. Laten we geen gemeente zijn zoals het in heel veel gemeentes wel is. Dat het werk maar op een paar schouders terechtkomt. U mag ook geven in natura. Iets van uw tijd, iets van uw kracht, van dat alles wat u van hem gekregen hebt. Ik wil daar richting het eind van de preek nog één ding over zeggen. Van de Heere gekregen en aan de Heere teruggeven. En toen ik daarmee bezig was in de voorbereiding, jongens en meisjes, toen moest ik denken aan wat Salomo schrijft in Spreuken 23, vers 26. Geef mij je hart. Ja, dat hart, dat heb je van de Heere gekregen. Maar nog weer even dat voorrecht dat we de Bijbel mogen hebben. Daar lezen we al heel snel in de Bijbel wat er gebeurd is, toch? Adam en Eva die hun hart gegeven hebben aan de duivel. Dat wat hij hen voorschilderde als God zijn, even groot, even machtig, even heerlijk, dat wilden zij ook wel. Ze hadden hun hart aan de boze, aan de duivel gegeven. En Adam en Eva zagen dat in hun eigen leven. Ze zagen dat in het leven van hun kinderen. Van hun kleinkinderen, van hun achterkleinkinderen. Ze hebben een heleboel generaties zien komen omdat ze toen nog zo oud werden. En het is daarna niet opgehouden. Het zit in ons hart. Om dat wat Adam en Eva deden steeds weer te herhalen. Ons hart aan de boze geven. De deur van ons hart voor hem openzetten. Hoe wordt dat zichtbaar? Nou, door de duivel de ruimte te geven in ons leven. Door onze tijd te geven aan de wereld. Door onze krachten te geven aan de zonde. En misschien is er wel een van de kinderen die bij zichzelf denkt, ja, maar dat doe ik niet. Ik ben toch vanmiddag in de kerk. Dat doe ik niet. Want ik bid elke avond voordat ik ga slapen. Dat doe ik niet. En dan kun je allerlei dingen opnoemen. En dat is waar. Maar weet je hoe dat heel vaak is? Dat we een beetje aan de Heer willen geven en een beetje aan de wereld willen geven. Dat we een beetje de Heer Jezus willen volgen, maar ook een beetje de duivel willen volgen. Daarom is de zondeval zo erg en zo indringend. Het is niet bij Adam en Eva gebleven, maar het raakt ons allemaal. Dat zit in ons hart, dat woont in ons. En dan nog een keer terug naar die woorden van Salomo. Geef mij jouw hart. Dat is anders dan wat David hier zingt. David zingt, we hebben alles van u gekregen en we geven u een beetje terug. En dat mag ook. Als het over je tijd gaat, over je geld gaat, mag ook heel veel dingen gebruiken die je voor je dagelijks onderhoud nodig hebt. Maar als het over je hart gaat, dan geldt deze regel niet. Dat hele hart van de Heer gekregen en we geven hem een beetje van dat hart terug. Dan zegt de Heere vanmiddag tegen jullie, mijn zoon, mijn dochter, geef mij jouw hart. Niet een beetje, niet een heel beetje, dat hele hart.
Niet iets teruggeven aan de Heer, maar je hele hart aan de Heer, je hele leven, je hele bestaan. En misschien vraag je wel, hoe moet dat? Nou, ik zou zeggen, ga het eens proberen om je hart aan de Heer te geven. Weet je wat je dan zult ontdekken? En misschien heb je het al lang ontdekt. Ook daar hoef je niet oud voor te zijn. Dat lukt mij niet. Mijn hart aan de Heer geven. En daarom nog een keer terug naar waar we net in de eerste gedachte bij stilstonden. Hoe bevoorrecht je bent dat je een open Bijbel mag hebben. Dat je mag weten wie de Heer is, dat hij dat laat zien in zijn woord. Dat je naar de kerk mag gaan om over de Heer te horen. Dat je naar de kinderclub mag gaan om over de Heer Jezus te horen vertellen. Want hij is gekomen, de Heer Jezus. God gaf zijn alles. Zijn zoon, de Heer Jezus. En wat heeft hij gedaan? Hij is arm geworden. Zo heeft hij geleefd, veracht. Uiteindelijk lieten zelfs zijn discipelen hem in de steek. En toen hij aan het kruis van Golgotha hing, toen leek het zelfs alsof zijn vader hem niet meer kende. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En wat heeft de Heer Jezus daar gedaan? Hij heeft betaald voor de zonden. Hij heeft de schuld gedragen. En weet je wat hij ook gedaan heeft? Daar heeft hij de gave van de Heilige Geest vernield. Want toen hij naar de hemel ging, is het eerste wat hij gedaan heeft in de hemel. Zijn geest geven. Weet je wat nou zo bijzonder is? Dat als de Heilige Geest gaat werken, weet je wat je dan gaat doen? Nou, wat je zelf niet kunt. Je hart aan de Heer Jezus geven. Dan ga je aan de Heer Jezus overgeven. Misschien vecht je wel eens op het schoolplein. Nou, dat ga ik natuurlijk niet aanmoedigen om te doen. Om te vechten op het schoolplein. Maar als het je wel eens gebeurt, ja, of je bent de sterkste. Maar het kan ook zijn dat je onder ligt, dat je je moet overgeven. Nou, zo is het ook tussen de Heer en je hart. We vechten tegen de Heer. We willen het zelf doen en we willen het zelf weten. Maar als nou de Heilige Geest werkt, dan zorgt Hij ervoor dat je je aan Hem gaat overgeven. Heer Jezus, ik lees in de Bijbel dat ik zondig ben, dat ik verkeerde dingen doe. En ik merk dat ook in mijn leven. Maar wilt u mijn zaligmaker zijn? Ik geef mij aan u over. Dan geef je je hart aan hem. Wonderlijk is dat, hè? Als de Heere zegt, geef mij je hart, dan zorgt hij ook door zijn geest ervoor dat je kunt gaan doen wat je zelf niet kunt. Je hart aan hem geven. En daarom, als je het gaat proberen, of als je het al lang geprobeerd hebt je hart aan de Heer te geven, en het gaat niet en het lukt niet, weet je wat er dan overblijft? Dat je naar de Heer Jezus mag kijken. Ik kan het niet, Heer Jezus, ik wil het niet. Maar u hebt uw Heilige Geest gegeven. Geef dat ik me aan u mag overgeven. Dan ga je dat hele hart, alles van u gekregen, maar ook alles aan u teruggeven. Dan ga je David begrijpen. Dan word je blij om je hart aan hem te geven, om je tijd aan hem te geven, om je kracht aan hem te geven. Waarom was David zo blij? Omdat hij zoveel van de Heer hield. Nou, zo is het ook. Als de Heilige Geest in je hart woont en werkt. Als je op de Heer Jezus ziet. Dan zeg je, Heer Jezus, wat heb ik u lief. Wat ben ik blij dat ik mijn tijd en mijn geld en mijn kracht aan u mag geven. En daarom voor jullie kinderen. En eigenlijk voor ons allemaal. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Amen.
We gaan met elkaar zingen naar Psalm 68, het 10e vers. Geloofd zij God met diep ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68, vers 10.